Wat zien we hier? De accu's waar de hoofdmotor op draait, dat is de motor. De elektromotor. Dat is ongeveer 28 pk. En dat wordt aangedreven door 8 accu's. Stel, er staat geen wind, dan kan hij alsnog varen? Ja, zonder wind kan hij varen, jazeker. Dus in deze tijd moet je wel elektrisch varen. Hè. Ik ben wel trots, ja. Ik denk dat iedereen trots is die eraan gewerkt heeft. We zijn bij 12 timmerlieden ongeveer. Een paar ijzermensen en elektrisch. 2 mensen die elektrisch hebben gedaan, dus met een man of 12 zijn we. En nu kan hij daadwerkelijk ook gaan varen? Ja, nu kan hij gaan varen, ja. Het is zo uniek omdat we dit weer opnieuw willen bouwen. Het eerste stuk van de Vecht is bevaarbaar. Daar is al een zomp van Dalfsen tot Zwolle. En verderop van Gramsbergen-Hardenberg is er ook één. Alleen het tussenliggende gedeelte, dus tussen Ommen en Dalfsen en Hardenberg, konden we de Vecht nog niet bevaren met het originele zompje. En dat gaat nu dus toch wel gebeuren. Dat is natuurlijk uniek. Het ontbrekende stuk kan dus straks gewoon bevaren worden met deze zomp, zeg maar. Exact, ja. Daar hebben we op ingezet. Met wat voor gevoel stap jij straks aan boord? Met een gevoel van trots. En ik heb er nu nog helemaal niet aan bijgedragen. Dat hebben de bouwers gedaan natuurlijk. Maar ik hoop wel dat ik weer een stukje historie kan verlevendigen. En kan delen met toeristen of inwoners van Ommen. En ze mee kan nemen naar vroegere tijden. De Vechtzomp hebben ze gebouwd. Het is een platbodem, hè, om dingen op te vervoeren. Dus een transportscheepje was het. De gebieden om me heen waren veengebieden. Dus er was geen transport mogelijk over de weg. Alleen over de rivier. En dit scheepje kon over heel laag water varen. En waar wij eigenlijk gewoon enorm mee hebben gefloreerd. Ons gebied, wat we op de kaart hebben gezet, is met het vervoer van Bentheimer zandsteen. Daar is het mee begonnen. En later met klompen, linnen. En dat soort dingetjes, zeg maar. Ja. En straks mensen dus? En straks mensen, ja. Als je buiten is, kunnen we de mast rechtop zetten en weer laten zakken. Is dat nog een spannend moment? Dat is een spannend moment, want we hebben een weddenschap. De voorzitter die zegt, hij kan nooit eruit, de deur door. Nee, dat past niet. En we hebben een weddenschap om gehaktballen. Als het niet past, dan moet ik trakteren op gehaktballen. Op gehaktballen? Maar ik denk dat het gaat lopen. En stel, hij zou er niet doorheen passen, wat dan? Nou, dan gaan we een stukje uit de wand halen. Ah, ja. Hij komt er al die uit. En jij moet dan gehaktballen gaan maken? Ik moet gehaktballen.